Loosap geleentjes van Justice Pergament is welkom bij een gloednieuwe battle voor de UPAL. Het is tijd om tegen de Memphis Madsprits te gaan. Hij is er ook klaar voor. Ik heb er zin in. Ik ben benieuwd. Ik heb bij deze helemaal niks voorbereid. Ik hoop dat het een beetje werkt wat ik wil gaan doen. Oké. Hij komt wel met een fight Pokémon. Dat is wel goor. Zal ik Aurora velen of ben ik dan meteen dood? Ik ga het toch proberen om te Aurora velen. Nee, oké, nice. Hij switcht naar Buxtil, oké. Ja, ik ga Aurora Veld. Lizard, oké, dat was misschien niet mijn beste idee, maar hij heeft genoktoft. Dus dat kan. Light Clay is wel goor dat hij die genoktoft heeft. Buxtil. Ga ik toch echt naar Victory? Hij bullet puncht mij. Want dan gaat hij switchen, want dat weet ik zeker. Ga ik naar Sea Power Celebrate. Als hij niet switcht, dan is dat verbazingwekkend voor mij in ieder geval. Dat zou ik niet verwachten dat hij niet zou gaan switchen. Even kijken, hij switcht hier naar Churchill, naar de Grand Bull. Dan zie ik Celebrate ik. Nice. Even kijken, zijn Fairy Pokémon. Potion aanval, zo hè. Op zich iets aanval doen. Hoppatee. Ah, hij paralyzed mij. Oké, ja, dat is fucked up. Of store power ik nog een keer. En ik hoop niet dat ik geparalyzed ben, want dat zou heel goor zijn. Oké, nice. Churchill is dood. We blijven toch gewoon eventjes doen. Normal Pokémon, Thunderbolt, ja. Ik mag nog steeds store poweren. Nice. We blijven gewoon store poweren. Ja, hij zegt al GG. Nice, en hij wordt weer niet geparalyzed. Oké, ik heb heel veel geluk. Ik weet dat ik heel veel geluk heb. Even kijken. Waar komt hij nu mee? Hij kan op Ben Net komen. Ja, ik denk dat Gyarados komt. Hidden Power Ice. Oeh, waterval. Oh, ik leef. En Hidden Power Ice. Oh, oké, het valt tegen. Had ik toch beter Stored Power kunnen doen. Zou hij nog een switchen? Ik denk het niet. Dus dan killt hij nu mijn Victory, maar dat is niet zo erg. Maar wacht, dat is wel erg trouwens. Laat ik toch gaan switchen, want dit is misschien niet nodig om hem dood te laten gaan. Oh, hoezo? Speed is wel hoog, dus. Oké, had ik niet verwacht. En nu moet ik sowieso switchen. Wat kan hij nog doen? Toch zo dan? De predictions. Even kijken. Mega Evolve. En gepotioned ook nog. Wel stingen. Nice. En dan krijg ik de bewoost. Oké. Doei. Even kijken. Potion heeft dus geen zin, ik zal ook geen zin hebben. Ja. Wil proberen, oké, bullet punch. Legit. Jammer dat hij sneller is, dat is wel jammer. Oké. Nu ben ik toch Pokémon kwijtgeraakt, dat is heel jammer. Even kijken, Buxtil. Victory ga ik niet proberen. Dan ga ik het zo doen. Hij komt in, hè? Fake out. Nou, dat is wel goor. Oké. Ik ben dark, maar ik ben ook fight zelf.
Ga ik naar Tyre? Oeh, misschien was dat ook niet echt een goed idee. Oké, het valt mee. Hij drainpuncht mij. Earthquake. Oh, hij miste Toxic. Nice. Oh, en Earthquake killt hem. Oké. Steward zou er vaak moeten zijn. Zie! Eén Pokémonnetje maar kwijtgeraakt. Eén Pokémonnetje maar. Nice, ik ben trots. Bedankt voor het kijken van deze mooie match voor mij. Ik ben er heel erg blij mee. Adios, amigos.